Omdat de Werelddovendag in de vakantie is, hebben leerlingen van de Kennedy School vandaag tijdens een speciale activiteit de boodschap van deze dag meegekregen. In de zaal van de Kennedy Stichting haalde Henk Kimpoel, voorzitter van de Stichting Surinaamse Dovenbelangen, SUDOB, aan dat de gebarentaal gekoesterd moet worden, niet alleen door doven en slechthorenden, maar ook mensen die goed kunnen horen. Kenneth Williams, lid van SUDOB, zegt dat de organisatie die al 15 jaar bestaat ook trainingen geeft voor gebarentaal, zodat meer mensen deze taal kunnen beheersen. Wij allemaal hier. We hebben Werelddovendag. Is ook voor jullie, is ook voor jullie kinderen. In september is het zo dus dat de kinderen van de school niet kunnen meedoen. Maar daarom vragen wij dus ondersteuning ook voor hier, dat ook graag de kinderen van de Kennedy School meedoen om de taal. Want de taal moet blijven. We moeten hem niet aan een kant zetten. De taal is belangrijk. Gebarentaal is heel erg belangrijk. Ouders mogen, mogen naar SUDOB. Er zijn goede rolmodellen. Doven en slechthorenden in Suriname. Samen zijn wij sterk. SUDOB gaat voor gelijkheid van doven en slechthorenden in Suriname. Wieren Megu, die ook lid is van SUDOB, haalde aan dat individuen zich niet moeten schamen voor de gebarentaal. Vaak genoeg wordt gezegd dat dove mensen die communiceren met gebarentaal dom zijn. Echter wil Megu die leugen uit de wereld helpen, omdat deze doelgroep juist iets kan dat niet een ieder kan. Megu benadrukt dat doven en slechthorenden in Suriname niet alleen staan als het gaat om de gebarentaal. Bijvoorbeeld, soms schaamt men zich ervoor en dan houdt men hun handen in hun zak en dan doen ze alsof ze gewoon praten, want ze willen niet dat te merken dat ze doof zijn. Maar je moet gewoon vrij zijn, het maakt niet uit, het hoeft niet, je hoeft je niet te schamen. Het is gewoon een gevoel, laat maar, als ze wat willen zeggen, het maakt mij niet uit. Voor mij is dat gewoon dat ik doorga met de gebarentaal. En vaak sta ik op het podium om dat ook uit te leggen. Dit jaar staat Werelddovendag in het teken van gebarentaaltechnologie. Het thema van Werelddovendag 2023 is: we kunnen niet horen, maar er is niets mis mee.